Welkom bij Kik! Ja, Kik bedoelt ze dus. Kik staat voor kinderrechten kids, want iedereen onder de 18 jaar is eigenlijk een kik. Oftewel, een kinderrechtenkind. En hier bij Kik bespreken we nu ons YouTube-kanaal. Nou ja, het is niet alleen ons YouTube-kanaal. Het is eigenlijk voor ieder kind dat in Nederland rechten heeft. Ja, ieder kind in Nederland heeft rechten. Zoals ik al zei, bespreken we hier ons YouTube-kanaal. Zoals reacties van abonnees en films die we op dit kanaal leuk vinden, maar die minder dan 25.000 views hebben. Dus dat soort films kunnen wel wat aandacht gebruiken. Vind je een film heel erg leuk en is die niet zoveel bekeken? Laat het ons weten. Door een briefkaart te sturen naar de Kinderrechtenstraat 1989. Of je kan hieronder een reactie plaatsen. Verder bespreken we kinderrechten in het nieuws en zorgen we ervoor dat we heel veel lol hebben. Stop! Nee toch, kind? Ja, Tuurlijk, dat is goed voor de conditie. Ja, tuurlijk. We maken Kik natuurlijk niet alleen. We doen het samen met de filmcoach. Die volgens mij niet mijn schoenen aan het filmen is. Oh, sorry. Ja, even wachten. Die doen we eventjes overnieuw. Want volgens mij is het niet... En nu gaan we eens wat reacties bekijken. Katelijn zegt... Hele leuke filmpjes. Giovanni zegt, komen er nieuwe, ik heb ze allemaal gezien. Nou, die heeft er nog wel heel veel gezien. Nou ja, het zijn er wel heel veel. Dit is allemaal fake, joh. Kijk toch. Ik wil dus niet. We moeten het voorstellen. Uitprinten. Kijk toch. Ja, sorry mensen, ze nemen jullie in de maan, hè. Ja, want we hebben niet, heus niet alleen maar positieve reacties. Zoals Willem hier zegt. Nep! Dat is een kind, die moeder. Nou Willem, ik zou eens even een geheimpje vertellen. Kom eens dichterbij. Al deze filmpjes, die zijn allemaal geacteerd. Dus niks is echt. Al onze rollen... Alle rollen die in onze films voorkomen worden door kinderen gespeeld. Zoals meester, juf, directeur, baas van een fabriek, politieagent, een dokter, iemand die voor UNICEF werkt. Wat ik wil zeggen is dat bijna iedere rol wordt gespeeld door een kind. En dan eindigen we nu met een top 3 van favoriete films. Bijvoorbeeld Vrede. Of pannenkoeken? Dit jaar is de Sint gespannen, omdat de vrijheid van meningsuiting ervoor heeft gezorgd dat groepen mensen tegenover elkaar komen te staan bij de discussie over kleur van de pieten. Sinterklaas, moeten we het vertellen over het probleem in Nederland van de zwarte pieten discussie? Beter niet toch, want de eindbaas is niet altijd in een goed humeur. Ik denk dat we het wel moeten vertellen jongens, kom op. Een nieuwe leider? Het is de dag na verkiezingen en op school praten de kinderen er allemaal over. Want een strenge leider heeft gewonnen. Wie zijn die gasten? Wie zijn die twee mannen bij u? Is dat een van jullie een nieuwe vriend of zo? Hé, ga grapjes! Dit zijn twee beveiligers en die komen voortaan elke dag hier in de klas. Waarom zouden wij het nodig hebben? En ik heb ook een nieuwe wet gekregen en daarin staat dat we om 11 uur naar het digibord moeten kijken voor informatie over een nieuwe wet. Tevreden. Als Utrecht me stad. Ja, echt wel. Ik heb zo slecht geslapen vandaag. Ik ook tussen die vieze hondenhagen. Gadver. Jeetje, we zitten allemaal mee eens, kinderen. Oh, ik heb zo'n honger. Kijk daar, heb je de bakker. Ik heb een plan. Ik stel een brood en jullie leiden hem af.
Als jij ook een top 3 hebt, laat het dan weten hieronder in de comments. Binnenkort is het weer zover. De kinderdag van het jaar. Oh, je bedoelt Sinterklaas. Ja, leuk hè. Wij doen surprises en gedichten en zo. Ja, nee, de dag die ik bedoel wordt niet alleen hier in Nederland gevierd, maar ook over de hele wereld. Oh, je bedoelt Kerstmis. Ja, nee. Ik heb het over de Internationale Dag van het Rechten van de Kind. Oh, 20 november. Tuurlijk weet ik dat. Dat weet toch iedereen? Nou, echt niet. Ik weet zeker dat als we naar buiten gaan, dat niemand het weet. En nu ga ik even naar het toilet. Timo, ik denk dat heel veel mensen weten dat 20 november de Dag van de Kinderrechten is. Ja, dat is larikoek. Bijna niemand weet dat. Dat weet ik 100% zeker. Nou, Timo, dan gaan we toch naar buiten en dan vragen we het aan iemand. Prima, ik weet toch dat ik win. Ik weet heel zeker dat bijna niemand het weet. Echt waar. Nou. Ik zie hier wat oranjes. Misschien kunnen we hierheen. Kom, we gaan de trap op. Er zijn zoveel mensen. Mijn benen doen een beetje zeer. Misschien kunnen we hierheen zien gaan. Oh, volgens mij zie ik al iemand. Ja. Mogen wij u wat vragen? Mijn collega Timo wil u wat vragen. Waar staat 20 november voor? 20 november is de officiële kinderrechtendag en het verdrag is in 1989 getekend. Ja, dat is het goede antwoord. Nou, bedankt. Graag gedaan. Ja, bedankt. Zie je wel, ik zei het toch? En nu ga ik even naar het toilet. Eigenlijk niet naar de wc, maar ik ga die mevrouw inlichten over 20 november, zodat als Timo het strakjes aan haar vraagt, dat ze alles weet. Ja. 20 november is de dag dat de kinderrechten zijn ontstaan in 1989. Oh, dat is goed dat ik dat weet. In heel Nederland kan je aanmelden voor het Kinderrechten Filmfestival. En als we zeggen heel Nederland, bedoelen we ook heel Nederland. Want ook op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied kan je nu ook meedoen. Hoe vet is dat? Ik pas nu even de microfoon naar jullie door.